Nou ja, dank u wel, voorzitter. Ik twijfel toch een beetje over het antwoord van mevrouw Thiel, hoor. Dan wil ik toch wel even concreet naar dat zinnetje over die mondneusmaskers en hoe dat nou in dat advies terechtgekomen is, hè? Dus in dat OMT-advies met druk van VWS, maar even los van dat. Ja, uiteindelijk, als je dan zegt, ik hoef niet te weten hoe dat besluit tot stand gekomen is binnen het OMT, zou het niet goed zijn om te weten of dat besluit überhaupt door het OMT besproken is, of er voorstanders waren en tegenstanders, of er werd gefreewheeld door OMT-leden. Op schoon maar zeiden van, nou, volgens mij is het niet nodig hoor in de verpleeghuizen. Of, nou ja, ik denk dat als je vluchtig contact hebt dat het niet nodig is. Ja, moeten we niet eigenlijk meer weten over hoe dat vergaande en ook desastreuze besluit tot stand is gekomen? Het antwoord op het laatste deel van mevrouw Agema's interruptie is ja. Natuurlijk willen we dat graag weten. Misschien moeten we dat wel weten. Volgens mij zei mevrouw Agema moeten. De vraag is alleen of een woordelijk verslag van een vergadering daar het beste antwoord op is. En we kunnen het ook gewoon vragen. En we kunnen het vragen aan de betrokken personen. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Dat kunnen wij in debatten aan de verantwoordelijke ministers vragen. Dat kunnen we terugvoeren op besluitenlijsten. Maar ik ben dus niet oneens met de vraag van mevrouw Agema en de opdracht eigenlijk aan ons als Kamer om dat soort dingen te achterhalen. Ik vraag me af alleen of dat met woordelijke verslagen in een hotspotlijst het verschil maakt. Mevrouw Agema. Ja, maar mijn vraag aan mevrouw Thiel is dan, hoe komen we daar dan nog aan als er geen verslagen openbaar gemaakt worden? Want de verslagen zijn er wel van OMT, maar die krijgen we niet. De bandopnames zijn er niet, die krijgen we ook niet. Hoe gaan wij nou nog reconstrueren hoe dat desastreuze besluit van het niet adviseren van die mondkapjes in de verpleeghuizen en de thuiszorg tot stand gekomen is als we die spullen allemaal niet krijgen? Mevrouw Thiel. Nou, nogmaals, hè, laten we gewoon eens beginnen met het daarna vragen. Ten tweede is er een OVV-rapport. Komt er nog een OVV-rapport en komt er volgens mij nog een OVV-rapport. Hè. Dus er is een onderzoeksraad voor veiligheid bezig om ook dingen te reconstrueren. Daar analyses op te doen en daar conclusies en aanbevelingen aan te doen. En uiteindelijk hebben we, en daar heeft mevrouw Paulusma al een paar keer naar gerefereerd, het hoogste onderzoeksinstrument van ons als Tweede Kamer ter beschikking. Om als we dan zeg maar niet een antwoord hebben waar we tevreden over zijn, nog verder naar te zoeken. Mevrouw Agema, tot slot. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, daar kan ik ook wel in meegaan voor een deel, hoor. Want kijk, als die verslagen van het OMT er niet zijn en die geluidsopnames ook niet meer, en ja, dan kunnen we alleen nog maar die informatie boven water halen als we ook daadwerkelijk al die OMT-leden gaan horen en gaan vragen aan al die OMT-leden van hoe is dat besluit nou tot stand gekomen? Maar dan leven we inmiddels wel natuurlijk in 2026. En ik zou zo graag voor al die verpleegkundigen die in die eerste golf besmet zijn geraakt en ook de nabestaanden van diegenen die zijn overleden, toch wel eerder dat boven tafel zien te krijgen. Dus waarom vindt mevrouw Thiele dat we zo lang moeten wachten en waarom zouden we niet dat soort dingen eerder op willen helderen? Dank u wel. Ik weet niet of de conclusie goed is dat mevrouw Thiele zo lang wil wachten. Overigens is geduld ook niet mijn beste eigenschap. Maar laten we gewoon eens beginnen aan de hand van wat we wel ter beschikking hebben. Namelijk inderdaad het OVV-rapport nummer 1. We hebben een minister die daarvoor verantwoordelijk was. Die daar ook informatie over kan geven. En dus volgens mij uiteindelijk zijn we het niet totaal met elkaar oneens. Alleen de vraag is of je alle grote zware dingen vastleggen in advieslijsten. Of je daarmee je doel bereikt. Want het doel daar zijn mevrouw Agema en ik helemaal over eens. We moeten goed kunnen begrijpen waarom sommige hele goede, maar sommige ook minder goede beslissingen genomen zijn. Dank u wel, mevrouw Thiele, voor uw inbreng.